De wijk Uilenboom in Wijchen is gerenoveerd. Er zijn nieuwe stoepen gemaakt en er is nieuwe bestrating aangelegd. Zo moet de wijk toegankelijker worden voor minder validen. De werkgroep Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar heeft meegedacht over de oplossing. Henk Hermsen is vrijwilliger bij de cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen en legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Die cliëntenraad heeft verschillende werkgroepen. En één van die werkgroepen, eigenlijk wel de grootste, is de werkgroep BTB. Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar. Voor iedereen. Zowel jong als oud, met of zonder handicap, slechtziend of doven, noem maar op. Iedereen moet dus mee kunnen doen. Ja. En daar doen we het best voor. En we geven dus gevraagd en ongevraagd advies. Aan de gemeente Wijchen. Dus we hebben een zevental kerkdorpen en daar komen we ook. Dat hebben we ook in die wijk Uilenboom gedaan en heb je het resultaat gezien. Vrijwilliger Jan Sillissen vertelt en laat zien hoe ze testen of toegankelijkheid in orde is. Als we dit moeten testen, dan kijken we of we met de rolstoelen erdoor kunnen. Mensen met een visueel handicap, dat die makkelijk de weg kunnen vinden. Kinderwagens, noem maar allemaal op. Dat die makkelijk van de stoep af de weg over kunnen, zonder ongelukken te maken. Nu de toegankelijkheid is goedgekeurd, heeft de werkgroep een plaquette aangeboden aan de wethouder. Ze hebben een plaquette gekregen met goedkeuring. Met de sticker die erop staat, dat het dus helemaal goedgekeurd is voor mensen met een beperking. Dat is vorige week uitgereikt naar de wethouder. Die hebben dat daar al opgeplakt. En er komt nu nog een bord te staan met die plaquette erop. Dat iedereen kan zien. Tot slot nog een dringende oproep van de werkgroep. We zijn er op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Want we doen alles vrijwillig. Die ons mee willen helpen, mee willen denken. Want ja, we zijn er een paar bij die wat ouder worden. En die scheiden er dadelijk uit. En het is toch mooi als je een stokje over kunt dragen.